gebeurt er? Na lacrosse, kanopolo en voetbalgolf hebben we nu aandacht voor rugby en dan vrouwenrugby. Oh ja, als je pakt tussen je benen door ook. Dit is echt een sport voor mij. We zijn het enige damesteam in Groningen. Oké. Kampioen van Groningen dus. Ja, dat sowieso. En nou ja, goed, we reizen het hele land door en het damesrugby in Nederland is nog niet zo heel groot. Rugby is uitgevonden in de Engelse plaats rugby, waar iemand in 1823 tijdens een voetbalwedstrijd de bal in de handen nam en zo een doelpunt maakte. In 1918 waarde de sport over naar Nederland. En sinds 1975 wordt deze sport in Nederland ook door vrouwen gespeeld. Het nationale damesteam heeft in tegenstelling tot de mannen al eens meegedaan aan het wereldkampioenschap. Het doel van het spelletje is om een landje te veroveren eigenlijk. En dat doe je door met je tegenstanders tegenstanders weg te zetten of naar één kant te trekken, zodat er ruimte is aan de andere kant van het veld. Daar ren je doorheen met de bal en die druk je achter de achterlijn. Dat heet een try. Vervolgens moet je dan een conversie nemen vanaf het punt waarop je de try hebt gescoord op de achterlijn. En dan leg je de bal neer op zo'n hoedje, zeg maar. En dan mag je de bal schieten tussen de palen door. Dus boven de dwarsbalk. Yo! Ja, ik vind het knap hoor. Ja, dit is al een kunst op zich, hè? Ik heb nou 3 weken lang met mannen meegedaan en eigenlijk 3 keer op mijn bek gegaan. Denk jij dat ik dit niveau wel aan kan? Wat is dit, Chris? Hey, je hoort bij mij, jongen. Oh, joh! Ga lekker. Ja. Ja, nee. Kijk! Nee! De verkeerde. Dat is een aardbeving volgens mij. Het is geen voetbal? Nee, hij is ovaal. Waarom is hij nou een hemelsnaam zo? Nou, daar kan je heel goed spinbasis mee geven. Ja, zo. En dan dus ook nog achteruit. Loop! Ja, lekker! Je mag geen bal vooruit gooien, nee. Ik ben eigenlijk altijd verplicht. Achteruit. En oplopen. Maar hoeveel sta je in het veld? Dat is een 15. 15? Ja. Oké. Okay. Ja, in Amerikaanse voetbal is hier, hebben we helemaal ingepakt en dergelijke. We hebben alleen een bitje. En die doe je in voor je gebit. Heel charmant is het. Je mag hem wel lenen straks, Martin. We gaan nu even iets met kracht doen. Oh, kracht? Ja. Nou, echt mooi is dit, zeg. Dit is een line-out. 9-9-9. Zo! En dit gebeurt als de bal dus aan de zijkant van het veld uitgespeeld wordt. En er worden wat mensen opgetild om de bal aan jouw kant te krijgen. Oké. Okay. Oh! Ja, dat ging lekker hoor! Ja, dat was goed! Ja! Yes! Ik zie dat er zo om elkaar heen staan, zeg maar. Ja. Wat is dat dan? Dat is een scrum. En push! Push! Nou, dan pakken wij hier de bal. Ja. En je speelt hem uit naar je medespelers. Wat er dan gebeurt is een fout gemaakt. Bij basketbal heb je de bal omhoog die gegooid wordt. Ja. Bij ons is het zo dat de bal tussen de mensen doorgegooid wordt. Dan is het een beetje duwen, zeg maar. Beetje duwen om de bal in te halen. Oké. Dat is een fucking bal! Nu hebben we eigenlijk alles gehad, hè? Ja. Alleen nog even in het lopende spel, een dropkickje, zeg maar. Ja, dat is erg. Dat is echt moeilijk. It's not that easy. Het grootste probleem is, je gooit hem neer en die bal die gaat alle kanten op. Ik heb gewoon schoen in mijn kop. Ik heb een zinnetje. Volgende week de heren. Ja.